Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 13 mei van Weerplaza. Vandaag ligt de grens tussen de koele lucht in het zuidwesten van het land en de warme lucht in het noordoosten precies boven ons land. Dat levert veel bewolking op, maar in het noorden schijnt vanochtend de zon nog geregeld. De temperatuur stijgt in het noordoosten naar 25 of 26 graden. Daar zit dan ook de warme lucht en vanmiddag kunnen er stevige buien in de warme lucht ontstaan met kans op hagel, onweer en windstoten. In het midden en zuiden is het overwegend bewolkt en vallen ook een aantal buien met onweer en daar wordt het hooguit 15 of 16 graden. Vanavond trekken de buien geleidelijk aan weg en morgen ziet het er weer heel anders uit. Van het noorden breekt de zon geregeld door en de warmte keert weer terug... Op veel plaatsen wordt het in de middag 25 of 26 graden. Dinsdag is ook nog een warme, droge en zonnige dag met niet al te veel wind vanuit het noordoosten. Op woensdag en donderdag gaat het geleidelijk aan veranderen. Dan draait de wind naar het noorden en wordt het minder warm. Vooral op woensdag vallen er een paar buien. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.